staan hier in het Pinetum Blijdenstein, botanische tuin in Hilversum. En het is het Pinetum is een collectie van coniferen en naaldbomen. Wereldberoemde tuin, bestaat al meer dan 100 jaar. En het bijzondere van deze tuin is dat er hele bijzondere, zeldzame exemplaren van coniferen en naaldbomen en cycaspalmen in de collectie staan. We hebben natuurlijk veel bomen in de open lucht staan, maar er zijn ook coniferen en naaldbomen en cycaspalmen die echt tropisch zijn. En die tropische, dat zijn ook zeer zeldzame exemplaren. En daarvoor hebben wij in 1985 een kas geschonken gekregen van de Universiteit van Amsterdam. En daarin staan de tropische planten van onze collectie. En daar komt Hans van Roon, onze beheerder, komt er net aan. Dag Hans. Goeiedag. Hans, het is een strenge winter geweest. En wat zijn nou de problemen met de kas? Nou, dat kunnen we misschien het beste even bekijken als we naar binnen lopen. We staan hier nu in de kas. In deze kas staan allerlei tropische coniferen. Tropische coniferen komen vaak in gebergtes in de tropen voor. En die hebben meer verdamping nodig. En daarom zijn die naalden vaak vergroeid tot een soort bladvormen. Heel veel coniferen komen uit Nieuw-Caledonië. Daar komen hele bijzondere coniferen voor die alleen maar daar groeien. Dus eigenlijk endemisch noemen ze dat zijn. Heel zeldzaam vaak, bedreigd in de natuur. Aan de andere kant staan cycaspalmen. Zijn ook zeer prehistorische planten. Hebben ook een hogere temperatuur nodig om goed te kunnen groeien. En Hans, wat zijn nou de problemen met de kas? Wat we hier aan problemen hebben is het dak. Het dak is al 25 jaar oud en vertoont kieren, scheuren en groeit langzaam vol met mos aan de binnenkant. Daardoor kunnen we de boel niet goed warm houden in deze koude periode. En hebben we echt een oplossing nodig. De verwarming van deze kassen wordt door een eenvoudige cv-ketel of cv-ketels eigenlijk bijgehouden. Die staan in de andere kas. Die worden aangestuurd door hele mooie computerkastjes die alles regelen. Die regelen ook de ramen open en dicht. Dat loopt heel goed op het moment. Maar de afgelopen weken is het zo koud geweest dat we het allemaal maar net konden redden. Ook doordat het dak zo slecht is, konden we het maar net boven de 10 graden houden. Ja, en dat is natuurlijk veel te weinig voor tropische planten. Ja, precies. Je zit toch aan een minimumtemperatuur van 15 graden. Ja. En hoeveel stook je nou per jaar aan gassen om dit warm te houden, die kassen? Ja, een hele hoop hoor. Het is niet vergelijkbaar met een huis. Het zal ongeveer zo'n 15.000 kuub zijn. Zo zeg, dat is veel, ja. En door een beter dak denk je toch een... Ik denk zeker 10% te kunnen besparen, nou, dankzij een nieuw dak. We hebben als Pinetum Blijdenstein hebben we een aanzoek gedaan bij het coöperatiefonds van de Rabobank Vecht en Gooistreek. En dat is beloond. En de Rabobank doet een grote bijdrage aan het vernieuwen van het dak. En we denken dat we dat dak in maart kunnen laten vervangen. En dan in april zullen we dat officieel gaan openen met de Rabobank. En dan kunnen we er dus weer 25 jaar tegen. Dan kunnen we weer 25 jaar. We zijn de Rabobank daarvoor heel dankbaar.